Eerst naar onze minister voor ontwikkelingssamenwerking, want die zit in Irak. Liesje Schijnemacher die is daar om te spreken met Nederlandse militairen en om te kijken wat er nodig is de komende jaren om de NAVO-missie goed uit te voeren. Ze is daar dus om in gesprek te gaan en op dit moment zitten er 135 militairen in Irak. Zij beveiligen de luchthaven van Erbil en hoewel terreurgroep IS, die natuurlijk jarenlang huis heeft gehouden in dat gebied, daar nu niet meer actief is, is de dreiging van IS er natuurlijk nog wel steeds. Nou, op dit moment hebben wij ook contact met Liesje Schijnemacher, minister voor Buitenlandse Ontwikkelingssamenwerking. Fijn dat we u kunnen spreken. Live vanuit Irak, zoals we ook op de achtergrond kunnen zien. Voordat we naar de inhoud gaan, u heeft gisteren al met militairen gesproken. Het was natuurlijk Koningsdag. Is dat ook nog gevierd daar? Klopt, ja. Ja, het is natuurlijk een heel bijzonder moment om Koningsdag te kunnen vieren bij de militairen in Erbil. Nou, je ziet het, daar hingen oranje vlaggetjes, er waren oranje tompoezen. En het was natuurlijk, blijft het bijzonder. Deze mannen en vrouwen zitten 4 maanden lang, zijn die weg van hun thuisfront. Hun vrienden vieren gewoon Koningsdag thuis en zij zitten daar met elkaar. Dus ik vond het heel belangrijk om ook namens het kabinet hen te bedanken voor hun inzet daar. Mooi dat ze toch dan ook daar nog even een feestje kunnen vieren. Ook al zag het er wat ingetogen uit, ingetogener dan hier. Ja. Waar heeft u verder met hen over gesproken? Ik heb natuurlijk gesproken met het werk wat ze doen. Dus ze beveiligen daar inderdaad de luchthaven. Dat is natuurlijk heel belangrijk, maar ze adviseren daar ook de strijdgroepen, de Koerdische strijdgroepen, Peshmerga, om IS in toom te houden en te zorgen dat die niet weer kunnen groeien hier. Want uiteindelijk zijn ze hier territoriaal wel verslagen, maar ze zijn hier nog steeds wel actief ondergronds. En dat moeten we voorkomen. Met uw werkbezoek hoopt u ook een beeld te krijgen van de resultaten van de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in Irak. Heeft u daar nu al een inschatting van kunnen maken? Ja, ik heb met heel veel verschillende mensen gesproken, met de autoriteiten, VN-organisaties, maar ook met activisten die opkomen voor mensenrechten, met jonge ondernemers. En er valt hier nog wel heel veel te doen. Irak staat echt voor grote uitdagingen. Ze zijn nu heel afhankelijk van olie en uiteindelijk moeten er echt economische hervormingen komen. En de mensenrechten moeten echt verbeterd worden. En dat heb ik allemaal aangekaart hier. Dank voor de toelichting, minister Schijnemacher, live vanuit Irak. Succes nog daar. Wat is het belang van dit bezoek? Het is heel belangrijk. Overigens wel leuk om te zien, omdat Liesje Schijnemacher is de oud-adviseur van Janine Hennis. En Janine Hennis zit nu voor de VN in Bagdad. En Liesje is dus nu op bezoek in Noord-Irak, waar Nederland hele goede relaties mee heeft. Erbil, dat vliegveld, dat bewaken we al heel lang met onze militairen. Is natuurlijk altijd best spannend, want Noord-Irak is ook niet helemaal veilig nog steeds. Nee. We hebben natuurlijk een paar jaar geleden ook Soleimani, die Iraanse commandant is daar door Amerikanen geliquideerd. Is dan zo'n bezoek van de minister ook eigenlijk ook heel risicovol? Ook wel, zitten wel risico's. Ja. Ze gaat niet zonder beveiliging, maar goed, ze gaat wel bij Nederlandse militairen op bezoek, dus dat is wel te overzien. Maar Noord-Irak, we hebben bijvoorbeeld, ik weet niet of jij dat ook, maar we hebben lange tijd ook met Erbil een rechtstreekse verbinding gehad. Dat, die 1 of 2 keer per dag vloog, geloof ik. Er zijn natuurlijk veel Koerdische Koerden in Nederland. Dus ja, voor ons niet onbelangrijk. En die regio is ook zeer belangrijk. En wat we een beetje vergeten op dit moment door Oekraïne, en dat is heel begrijpelijk, is dat we tegelijkertijd een situatie krijgen dat Iran weer heel dicht bij een nucleair wapen staat. Dus we kunnen niet alle nieuws allemaal behandelen, maar in de wereld wordt het er niet veiliger op. Nee. Maar,